Kijk dan, het schijnt de zon in je bakkes. Ik kan echt net niet zien. Als zo doe, kan ik jullie. Ik kan niet mijn eigen beeld zien. Maar dat hoeft ook niet, het is ook niet belangrijk. Maar ik ben even lekker richting mijn. Super tof dat je naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Ik ben al een tijdje wakker. En ik ben hier of 9 wakker geworden volgens mij. 8 uur of zo. Ja, 8. 8 uur wakker, ging mijn wekker. Toen ben ik even nog blijven liggen. En toen ben ik uur of 9 eruit gegaan, gaan douchen. En lekker aangekleden. En toen de computer aangegooid. Even nog even media kijken. Wakker geworden. Dan ga ik een lekker bakje koffie dadelijk zetten. En wat ik ook ga doen is dadelijk een radiootje aanzetten. Het is vandaag de 21ste alweer. Het gaat de tijd hard. Wauw. Het water is op. Ik denk voor jullie ook herkenbaar dat je als je juist dat je koffie hebt gedronken. En je hebt een tijdje niet meer eigenlijk water in, nieuw water geverst. Of ik bedoel, water ingedaan. Dat je gewoon vergeet hoeveel water eigenlijk in je koffieapparaat zit. Nou, dat had ik blijkbaar. Onderweg naar mijn werk toe en ik kwam net mijn collega al tegen. Die zei al van, doe maar rustig aan hoor, de wagen is er nog niet. Dus ik ben benieuwd. Ik denk dat die wagen misschien als ik eraan kom dat die wel is. Of dat die niet aankomt, zou ook nog kunnen. Maar ja, ik ben al onderweg naar werk. Ik heb even lekker Rick op bezoek gehad. Dus was ook super gezellig. Hey! Het was super gezellig even dat ik hem even met hem gesproken. Want hij was even op vakantie geweest, alleen heeft hij last van zijn tenen. Kan gebeuren. Maar hij zag het in ieder geval niet goed thuis. Want ik heb vermoeden, zei ik al tegen hem, dat gewricht uit de kom is. Dat kan ook best wel pijnlijk zijn. Maar ja, ik ga dus wat ik al zei richting werken. Dus dan gaan we keer lekker werken. Ik heb maar mijn apenpakje uitgedaan en ik ga nu maar lekker pizza overdoen. Het is al 6:30 geweest. Dus ik ga lekker pizza en ik heb nog wat andere eten. Poffertjes heb ik ook nog. Maar dat ga ik vanmorgen doen. Want dat ga ik vanmorgen even eten. Ik ga nu lekkere pizza eten. En daarna morgen poffertjes. Want toen dacht ik, ja weet je, dat kan ik vanmorgen gewoon bewaren. Morgen heb ik ook nog. En daarna moet hij denk ik echt wel op. Want ik heb hem sinds vrijdag. Want vanochtend, ik heb al vrijdag op poffertjes eten. En anders kijk ik wel zo meteen naar of ze goed waren. Of ze nog goed zijn, laten we zo zeggen. Maar ik ga nu in ieder geval lekker pizza eten. En dan, ja. Laten we dat even lekker doen. Zitten eten. Even een bordje pakken. En dan ga ik lekker van de pizza genieten. Ja, gisteren heb ik ook al slecht gegeten, maar dat was shawarma. Maar dat is wel ongelooflijk lekker. Dus ik heb er wel van genoten. Ik ga nu, wat ik al zei, pizza over doen. Ik heb ongelooflijk trek. En daarna lekker YouTube bij kijken. Wat ik eigenlijk elke dag doe. En het was vandaag echt best wel voor mij druk. Met vulling. Eigenlijk. Dus ik ben tussendoor even plastic even afhalen. Was wel te doen. Maar ja. Alleen niet echt afgekregen. Ja, jullie zien me echt te dichtbij. Dat weet ik. Maar ik ga nu even, wat ik al zei, pizza in de oven doen snel. Zo, ik heb mijn pizza uit plastic. Die ga ik lekker in de oven doen nu. 222 graden, volgens mij moet die. Of staat het hier juist 22? Ga ik even kijken. Ja, nee, 222 moet die. Maar dat doe ik alleen meestal altijd langer in. Omdat die eigenlijk dan niet goed warm is. Maar precies zoals ik uithaal is die lekker warm. Kijk je dan, het schijnt de zon in je bakkes. Ik kan echt net niet zien. Als zo doe, kan ik jullie, ik kan niet mijn eigen beeld zien. Maar dat hoeft ook niet, het is ook niet belangrijk. Maar ik ben even lekker richting mijn vader toe. Dag, weet je, ik ga op vakantie. Ik heb mijn moeder gehad waar ik even langs ben geweest. Ik heb opa en oma gehad waar ik langs ben geweest. En in mijn familiecultuur in ieder geval, laten we zo zeggen, is het altijd voordat je voordat we op vakantie gaan, dat je ze even altijd
even langs gaat, even gedag zegt van ja, ja. Natuurlijk, gewoon even moet nog heel eventjes zien voordat je weggaat. En wat ik ook dan altijd heb, kom ik terug van vakantie, ga ik zo ook wat even langs. Dus dat ga ik ook sowieso doen. Dus dat ga ik nu zo doen, want mijn moeder heb ik gehad, wat ik al zei. En mijn vader heb open oma heb ik gehad, natuurlijk, wat ik al zei. Mijn andere oma gaat in privéstandigheden nu lastig. Dus dan weten jullie dat ook. Maar ik ben nu, wat ik al zei, richting mijn vader. En ik ben eigenlijk, het is toch nog een reden dat ik even richting mijn vader ga. Dat is eigenlijk omdat mijn Ganja niet goed gaat. Dus dan wil ik daar even voor kijken hoe het mee aan de gang is. Daar ben ik gewoon ongelooflijk wel benieuwd naar hoe met hem is eigenlijk vandaar. Dus dat is ook een reden dat ik even te langs ga. Dus ga ik dat ook nu doen. En Pieter zit lekker in. Lekker van genoten. En even kijken hoe nu met Ganja gaat. Ganja, die hebben we iets gehad. Oké, nou ga ik het even door elkaar. Misschien omdat ik het heel vaak Ganja zeg. Ik bedoel eigenlijk hoe gaat het met Rocky. Dat wou ik zeggen. Hoe met Rocky is. Hij is geopereerd. Waarschijnlijk hij had iets aan zijn poot. Waarschijnlijk. Dus vandaar, en ik heb ook iets van thuis mee bij haar vader meegenomen. En dat is dus de theorie in ieder geval, kan ik niet laten zien, even heel snel in beeld. En ik had, ben ik, voor mensen die het niet weten, ben ik vroeger scheidsrechter geweest. En toen heb ik de kaarten ook wel vroeg gekregen. Dus, maar ja, die heb ik ook wel meegenomen, dat is wel leuk. Herinnering. En hij is van mij natuurlijk. En ja, was even wezen, ik heb het niet, ik weet, oh. Maak ze vallen ook nog. Ja, eigenlijk heb ik daar niet gevlogd, maar wel, ik was zo diep in gesprek. En ineens mijn vader dat te weten kijken en dan kijk je automatisch mee. Dus vandaar. Een beetje gekletst. Een beetje eigenlijk rondgekeken in mijn vaders huis. Je kan ook zeggen oude huis, maar ja, het is het ook eigenlijk. Maar dan heb ik rondgekeken. En ja, ik ga waarschijnlijk weer beginnen met theorie in ieder geval. Dus, maar er is waarschijnlijk eerst gezegd dat mijn broertje meegewerkt heeft. Maar ik ga zo meteen even kijken of zo is. Maar ik hoop van niet. Maar ja, in ieder geval, ik ga weer beginnen met theorie. Weer. En ja, het is wel leuk om die oude kaart van de fluiten weer bij me te hebben. En ik weet ook nog, ik heb ook oude fluit van mijn opa gekregen, want die als van mijn moeders kant is dat, die heb vroeger ook wel is ook wel scheidsrechter geweest. En toen heb ik hem van hem gekregen, maar even denken hoe nu was het. Dat is een hele domme fout bij wat er toen is gebeurd. Want ik werd toen geroepen als scheidsrechter. Ik weet niet wat het was, maar ik was op een moment moe. En toen ben ik die komen opdagen en toen, ja, hoef ik niet meer te fluiten. Op zo'n manier. Maar ik heb die fluit van mijn opa nog. Ik had toen zelf nog fluit. Gekocht voor mij ooit. En later ging ik met mijn opa's fluit. Dat is mooi om mee te nemen natuurlijk. En toen ben ik... Ja, dat was wel mooi. Geschiedenis. Ja. Maar ja, ik ga nu lekker richting huis toe. Kijken naar mijn theorie. En gewoon een beetje veel zitten kletsen met mijn vader. Maar gelukkig gaat het met Rocky in ieder geval nu goed. Wat ik al zei, is hij geopereerd. Hij had last van zijn poten. En nu gaat het goed. Want hij liep er ook met 3 poten. En dat is nog wel niet te doen. En ik zie dat ze hier aan het bouwen zijn. Ik weet niet wat ze aan het bouwen zijn. Maar ik weet dat je hier gewoon een parkeerplek had. Ik weet niet of jullie dat ook weten. Hier vroeger heb ik heel vroeg een tijd geleden was ondergechilld toen. Het lijkt wel dat hier appartementen komen. Daar lijkt het een beetje meer op, vind ik. Maar ja, ik ga nu lekker richting huis toe. Lekker opwarmen, want het is nu al een beetje frisjes aan het worden. Ik weet nog toen ik heen ging dat het best wel warm was en nu wordt het ineens al fris. Ja, vanmiddag was ook wel lekker, ongelooflijk warm. Toen ben ik gewoon met een korte shirt naar buiten gelopen natuurlijk. En nu met de vest. Ik dacht al, ik ga voor zeker meenemen de vest. Want het wordt denk ik vast wel koud. En ik had toch goed dat ik de vest mee had genomen. En ik ben weer thuis gekomen, heerlijk. Van mijn vader vandaan. Was super gezellig. Maar ja, ik ga volgens mijn rolgordijnen dicht doen. Want ik ga een beetje beginnen dadelijk
klaar te maken om lekker bed in te gaan. Ik zat letterlijk al die YouTube kijken. Maar ja, ik ga denk ik lekker nog even lekker YouTube kijken en daarna lekker mijn bed in. Want morgen weer een dag en ik ga, voordat ik dat ga alles gewoon doen, ga ik eerst snel even wat veranderen. Maar ja, laten we dat ook even snel doen. Want ik ga even snel batterijen vervangen, want hij is al bijna leeg. En hij is vervangen en ik kan je even snel vertellen. Ik kan natuurlijk bel vervangen, maar er is wat heel wat anders aan met mijn bel aan de hand. Want het zit zo. Ik heb mijn batterijen bel opgedaan, maar als ik ga kijken of die nog doet of niet. Nee, hij doet het niet, terwijl er een nieuwe batterij in zit. Dus ik ga hem even bij me bellen en heel zachtjes praten, want mensen zijn het wakker. Hij doet het nou wel. Oké, dat is heel vaag. Nou. Ik had dat al eerst aan het begin geprobeerd, deed hij eerst. Dat heb ik daarna geprobeerd, deed hij weer niet. Dus dat is heel apart trouwens, dat hij nu ineens weer wel weer doet. Heel vaag. Maar ja, ik snap mijn bel echt niet meer. Nou doet hij het wel, jullie hebben het gehoord, mijn bel doet het nu wel. Heel vreemd, maar oké, het zal wel. En, oh ja, even daarover gesproken. Ik ga denk morgen even een beetje aan beginnen, want ik heb theorie dingen bij me. En dan ga ik dan dadelijk even kijken of ik er nog in kan, hoe dit eruit ziet, hoe en wat. Want hij heeft heel lang bij mijn vader gelegen, namelijk. En nu heb ik hem eindelijk. Dus, ja, hoe lang dat gaat duren wanneer ik weer in kan, is nog raar. Nou, ik ga me klaarmaken om lekker mijn bedje in te gaan. Ik heb, zoals jullie weten, heb rolgordijn al hier gedaan. En nu ga ik lekker mijn bedje in. Morgen weer een dag. Ik ga lekker slapen. Wat ik eigenlijk gelijk wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog genoten hebben en leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, zou het tof zijn als je beneden abonneert. En een toffe reactie hier beneden achterlaat. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon een vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij, laters. En ik heb iets meegemaakt op mijn werk en dat is, ik was aan het werk.